Banjo Town. Hallo mensen van Banjo Town. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rick's Avonturen. We zijn vandaag weer op het Game Festival Gelderland, net zoals een paar Rick's Avonturen geleden. Vandaag gaan er weer een heleboel hippe games gemaakt worden. Wij gaan een kijkje nemen en het is vandaag ook nog eens Halloween. Dit is het, hier gaan zo meteen weer allemaal leuke games gemaakt worden. Wij gaan even gezellig wat mensen interviewen. Yay! Hey meneer, wat bent u aan het doen? Ik kamp met serieus overgewicht. Oh, dat is niet zo goed, hè? McDonald's. Oh. Is dit een rare manier van interviewen? Nee, joh. Ik vind het wel knus. Ja. Wat voor games wil je maken? Een soort GTA. Maar dan? Anders. Ze hebben een hele mooie pompoen gemaakt. Oké, jij weet er meer vanaf. Vertel. Wat zijn jullie aan het maken? Een hele mooie pompoen. Ja, wat gaat ermee gebeuren? Er gaat in een game, ik weet niet waarom. Oh nee, ja, het wordt een. Voor een pistool. Een geweer. De pompoen wordt een geweer. Ja, er wordt een geweer. Hier wordt momenteel een 3D-print van mijn penis gemaakt, dus daarom zie je helemaal niks. Dat is een goede grap. Wordt deze nu gemaakt? Ja, in deze. In deze, oké. Okay. Ja, klopt. Dat heb ik overigens niet zelf getekend, dat is een model van Crysis, een game. Ja, die ken ik. Die heb ik van internet gedownload. Oh. Zo bewerkt, ja maar dat mag, hè. Dat is allemaal gratis. En zo bewerkt dat ik hem inderdaad kan printen. Dus maar je bent niet ver, want je hebt alleen maar het cirkeltje, alleen maar de nek, zeg maar. Ja, dat klopt. Hij doet er ongeveer 5 uur over om deze te printen. Ik dacht, ik ga lekker op de tafel zitten, maar ik heb koffie omgegooid. Oh, het is cola. Dan is het niet erg. Dan hoeven we het niet op te ruimen. Oké, wat is je idee? We zitten een game te maken dat je elkaar doodschiet. En dan gezellig. Gaan we dood. En dan gaan de logo's ook weg. En ja. Dat is zijn YouTube-kanaal en dat is mijn YouTube-kanaal. Oh, dat zijn jullie YouTube-kanalen? Ja. Hebben jullie een beetje veel abonnees? Nou, niet heel erg veel. Vast meer dan Banjo Town, toch? Nee. Heel stomme video's. Mama. Ik ken de video al, Banjo Town is dood, hoor. Ja. Wow. Wat ga je gemeen lopen doen dan? Jouw spel is ook niet de beste, hoor. Het is een soort Minecraft, maar dan zonder Minecraft. En met heel veel geweld. Al die kinderen hebben iets met dood en geweld. Ik geef de schuld aan dood en geweld, Geert Wilders, asielzoekers. Ik heb net gehoord dat jullie super groot fan zijn van mij. Ja, heel erg. Dat vind ik niet heel overtuigend. Probeer het nog een keer. Super! Woe! Je vroeg net ook al of Bardo kwam en toen zei ik nee, toen keek jullie heel verdrietig. Ja, heel. Is Bardo toch leuker? Ja. Ja. Wow! Ja. Ik kan ook wel weer gaan, hoor. Oké. We maken een soort spookhuis of zo. En daar moet een mannetje, die moet eigenlijk dit spook verdrijven. Maar dat spook is dus een wiskundeleraar en die... En die kan pas weg als hij al zijn cijfers heeft. En die cijfers moet je dus zien te vinden. Dit is een variant op Halligalli. Dat is een heel... Oh, dat ken ik. Dat is dat spel waar je zo keihard op die bel moet slaan. Ja. Dat is deze. Die. Ja. Kijk, daar ben ik goed in. Nou, dan gaan we even kijken of je ook hier goed in bent. Oké, ja. Dus het is vriendjes van 10 en dat betekent wij draaien gelijk een kaart om. En als dat samen 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6 of 5, 5 is, dan sla jij of ik als eerste op die bel en dan zijn die kaarten voor mij. En niet vals spelen, hè? Niet vals spelen. Nog even een keer en niet het eerste was, maar je weet al... Oh, get wrecked. We hadden even moeten schudden. Jij bent dus de maker van Vriendjes van 10 voor de computer. Ja, en voor tablet. En voor tablet. Dat is het eigenlijke platform. Ik ben nou wel heel benieuwd, want ik denk dat ik wel de bel ga missen, dus ik ga wel een potje spelen. Ik ga wel vermoeilijk hoor, ik ben geniaal. Dit is een singleplayer prototype nu, een singleplayer demo, dus we kunnen niet tegen elkaar. Wij kunnen En die speelt vals op hard. Wow! Die gaat zo snel, daar kun je gewoon niet tegenop. Dus moeilijk is eigenlijk best wel onmogelijk. Dus je echt een heel ultieme teller bent. Een simpele tutorial hier. Computer spelen de kaarten. Dat is 10. Nee. Oh. 9. Huh? Dit is een 9. Kijk, het puntje staat daar. Oh, ja. Gaat het zeg maar zo? Maakt niet uit. Zolang er maar 2 liggen die samen 10 vormen. Oh, maar dan moet ik vet veel nadenken. Ja, yep. Dat is ook de bedoeling van het spel. Dat kinderen makkelijk leren rekenen. Maar ik hou niet van nadenken. Er komt een duelversie. Dan speel je tegen iemand anders op één tablet. En dan komt een online multiplayer.
online multiplayer. Woo! Via een server tegen elkaar. Oh, dat ga ik helemaal kapot spelen. Kunnen er ook pay-to-win dingen in? Kan ik ook nog dingen kopen? Dat is een helemaal gratis app. Kan ik niet met mijn ouders geld, zeg maar, een gouden knop kopen of zo? Nee. Dus waar rank je dit spel, zeg maar, tussen de AAA games? Wordt het wat? Dat hoop ik. Ik hoop dat de scholen dat gaan accepteren. Vooral aangezien die nu ook veel meer iPad-onderwijs gebruiken. Ja, verschrikkelijk is dat, hè? Ja, er zit wel een ultieme oplossing. Dat de kinderen toch makkelijk leren tellen. En nog een tip voor kinderen die graag willen leren tellen? Ja, speel dat spel. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Gebruik gerust deze prachtige groene achtergrond om mij te photoshoppen in iets raars. Verder staat een linkje van Game Festival Gelderland in de beschrijving hier beneden. Dat was het voor deze Rick's Avonturen. Ik ga zo meteen lekker in de trein een boek lezen, want ik heb weer genoeg games gezien vandaag. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Tot de volgende Rick's Avonturen. Doei!